corona heeft impact gehad en is nog steeds onder ons. En als ziekenhuis, als ZGT, heb ik gezien hoe ongelooflijk stevig wij staan, ook als er tegenwind is. Het is een ziekenhuis dat ongelooflijk veel voor elkaar krijgt en ook de afgelopen 2 jaar in een hele intensieve tijd heel erg veel voor elkaar gekregen heeft. En dat vind ik wel echt een groot compliment waard aan alle medewerkers van ZGT. We hebben het echt samen gedaan. De dokters, de verpleegkundigen, maar ook alle mensen daaromheen, de ondersteuning. We hebben met z'n allen de schouders eronder gezet om de afgelopen 2 jaar op een goede manier de corona het hoofd te bieden. Nou, het kunstwerk dat we vandaag gaan onthullen is een symbool daarvoor. Een symbool in vorm en bedoeling. We hebben daar als Raad van Bestuur CMS een go op gegeven, maar dat hebben we gedaan samen met onze medewerkers. Frida Waanders, hoe is dit tot stand gekomen? Het ontwerp bedoel je met name, het beeld, ja. Ja, dat is eigenlijk stukje bij beetje in mijn hoofd ontstaan naar aanleiding van de vraag van de ziekenhuizen waar het symbool voor moest staan, waar het voor bestemd was en de waardes die het mee moest krijgen. En dan, dan vormt zich dat en dan is er een bepaald gevoel komt erbij en dat vertaal ik dan vervolgens in een 3D-ontwerp. En daarmee ben ik dus naar de presentatie gegaan in de ziekenhuizen en dat is dus uitgekozen om uit te mogen voeren. Dus. Waren er veel kandidaten? Wat ik begreep, het zijn door de medewerkers van de ziekenhuizen heel veel mensen, geloof ik, genoemd als potentiële kunstenaars om dit te doen. En toen zijn er 4 van uitgenodigd voor de presentatie, waaronder ik dus. En toen mocht ik het doen. Ik hoorde net dat er in Hengelo ook in staat. Ja, die wordt vanmiddag onthuld. En in feite hebben de ziekenhuizen ook heel erg samengewerkt tijdens de coronapandemie. Hier in Almelo was dan de IC, maar in Hengelo hebben ze het weer mogelijk gemaakt dat hier dus dat ziekenhuis corona vrijbleef. Dus het was een samenwerking tussen de ziekenhuizen, dus daarom ook op beide locaties een coronagedenkmonument.